Dames en heren, leuk dat jullie allemaal in zulke grote getalen hier gekomen zijn. We hebben vandaag een hele bijzondere sessie. We zijn zeer vereerd met onze gast, de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Geef hem nu maar alvast een applaus. En we hebben veel met hem te bespreken. We zullen het eerst met hem hebben over zijn eerste jaar bij de DNB en de cultuuromslag die hij daar aan het doorvoeren is. Vervolgens zullen we met hem gaan praten over de bezuinigingen waar ons land mee geconfronteerd wordt. En met de zaken die in het Catshuis besproken worden. En helaas, de eurocrisis is ook weer vol op de voorpagina's te zien. Spanje heeft het zwaar. Dat gaan we ook zeker aan de heer Knot vragen. En nogmaals, een warm applaus. Laten we gaan beginnen. Voor het publiek, als jullie vragen hebben. We hebben tegenwoordig een commissiegenoot van ons. Die heeft de loopmicrofoon. Dat is Hedrik. Als je vragen hebt, steek je hand in de lucht. Dan komt hij naar u toe. En voor onze kijkers via onze livestream, je kunt de vragen twitteren. De leukste vragen die halen we eruit en die worden ook gesteld. Maar dus nogmaals van harte welkom. Bedankt voor uw komst. We zien nu met de eurocrisis dat het weer opleidt dat het, hoe complex het hele financiële systeem is. Vincent en ik zijn alle twee monetair economen in spe. Eigenlijk, wij zijn bezig met onze master. En we zien eigenlijk, we verbazen ons eigenlijk steeds hoe complex het hele systeem is. Toen u afgestudeerde of toen u student was, hoe keek u toen tegen dat systeem aan? Want wij hebben complete verbazing, iedere keer weer. Ja, ik denk dat ik daar ongeveer op dezelfde wijze tegenaan keek als jij. En ik had nog niet de luxe, zeg maar, dat ik een enorme financiële crisis kon bestuderen. Toen ik zelf studeerde van 85 tot 91, zeg maar de masterfase. Ja, toen was het grote event was nog wel de beurskrach van eind jaren 80. Ik was in 1988, 87, 87 was het, geloof ik. En toen heb ik me al wel verbaasd over dat die beurskrach zo heel weinig reële effecten had. Dus toen was er al wel de eerste discussie, zeg maar, tussen Keynesianen en meer neoclassieke economen. Van in hoeverre is er nou een scheiding tussen de financiële sector en de reële sector. En ik herinner mij dat toen die beurskracht was eigenlijk in termen van de reële economie een non-event. Ja. Ja, het was een event wat totaal in de financiële sector bleef, maar eigenlijk de reële economie niet raakte. Dat is heel anders dan de huidige crisis, want de huidige crisis is natuurlijk een die zo groot is dat ook de reële economie zwaar is geraakt. En eigenlijk op dit moment zitten we in de fase dat we de kosten voor de reële economie echt in de reële economie beginnen te voelen. Is dat voor ons studenten is het een geluk dat we nu een crisis hebben? Het is een geluk bij een ongeluk. Kijk, ik heb ook altijd gezegd, ik heb niet om deze crisis gevraagd, maar als hij er toch is, vind ik het toch wel aardig om erbij te zijn. En misschien ook om president van de Nederlandse Bank te zijn. Ja, Wie had dat ooit gedacht toen u afstudeerde dat u in één keer hier de hoofdrolspeler zou zijn in Room for Discussion, maar ook in een crisis? Ja, dat had ik zelf niet gedacht. Nee, dat zeker niet toen ik afstudeerde. En kijk, het is een intellectueel bezien is het een fascinerende tijd. Zeker. Ja. Echt, daar laat daar geen enkel misverstand over bestaan. En ik denk ook dat deze tijd gaat leiden tot nieuwe inzichten, waardoor studenten die over een jaar of vijf zeg maar aan een studie monetaire economie beginnen, die zullen hele andere leerboeken krijgen, hele andere artikelen dan bijvoorbeeld ik had, dan zelfs jullie nog zullen hebben gehad. Het is net als de crisis van de jaren 30. Dat heeft ook geleid tot toch andere economische theorieën die dan boven kwamen drijven. Het zijn niet altijd nieuwe economische theorieën. Het is heel vaak zo dat er een soort pendulum zit. Ja. Maar bijvoorbeeld deze crisis, wat ik zelf weer ben gaan lezen, is bijvoorbeeld Kindleberger. Ja. Over manics, panics en financial crashes. Dat was, die zoekt als oorzaak voor de crisis vooral excessieve kredietverlening enzovoort. En dat was een kanaal, dat hebben we eerder in de geschiedenis, maar zijn we eigenlijk toch even vergeten of uit het oog verloren. Voelt u zichzelf een hoofdrolspeler? Als u dus zo, iedereen trekt de hele tijd aan u, iedereen wil alles van u weten, wij nu een uur heel veel vragen, maar constant is het natuurlijk wel. Ja, je bent in ieder geval in Nederland een hoofdrolspeler als president van de Nederlandse Bank. In Europa ben je gewoon één van de spelers. Als je dan kijkt naar de Nederlandse financiële sector, dan zijn wij natuurlijk vooral in de eerste golf van de crisis heel zwaar getroffen. De 2008-2009 golf. Ik denk dat het zwaartepunt van de crisis nu meer in Zuid-Europa ligt. In de perifere landen. Het is nu ook meer een schuldencrisis van overheden
en van een gebrek aan concurrentiepositie van, zeg maar... Gaan we het zo nog economieën. Uitgebreid over hebben. De eerste fase was inderdaad een pure bankencrisis. Ja. En daar is de Nederlandse financiële sector relatief hard geraakt. Nu ligt het epicentrum dus wat meer in Zuid-Europa. Als we dan naar uw rol kijken, dat u werd in één keer president van de Nederlandse Bank. Op ons kwam het best wel plots, was u de president. Hoe is dat verlopen? U zat zelf in de benoemingscommissie. Nou ja, kijk, ik denk dat dit onderwerp is heel erg 2011. Ik denk ook dat... Ja, daarom we gaan het ook kort, heel snel. Heel kort. Van alles over is gezegd en geschreven. En ik heb er eigenlijk niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Anders dan dat ik inmiddels bijna 10 maanden in functie ben. Ja. En de zomer en de maanden mei, juni 2011 al voelen als zeer ver weg. Maar die waren wel hectisch, denk ik. Diep in mijn verleden. Ja, nee, natuurlijk. Want het is eigenlijk nu ook wel een mooi moment om een beetje terug te kijken op uw eerste kleine jaar als president van de Nederlandse Bank. Wij zijn heel erg benieuwd. In de kranten was ook wel te lezen, meneer Knot heeft geen Europees netwerk, of misschien niet. En daar waren wat vraagtekens bij. Wij zijn heel erg benieuwd hoe die eerste vergadering ging bij de ECB. Moet je jezelf dan bewijzen? Hoe was het met Mario Draghi om die voor de eerste hand te schudden? Hoe kunt u ons daar naartoe meenemen en vertellen hoe dat ging? Maar ik zou eerst even op die opmerking willen reageren. Die opmerking heeft mij enorm verbaasd. Want als je kijkt de functies die ik de laatste 10 jaar had gedaan voor dat ik president ben geworden. Dat zijn allemaal functies geweest in het meer toezichtbeleid, in zeg maar de regulering van de financiële sector. Zowel bij de Nederlandse Bank als bij het ministerie van Financiën. En dat waren zwaar internationale functies. Ja. Ik bedoel, wij hebben in Nederland nog maar een hele kleine regelgevende bevoegdheid ten aanzien van de financiële sector. Dat is al sinds 1992 in Europa althans op Europees niveau belegd. En daarnaast hebben we nog de mondiale standaarden zoals Basel 2, inmiddels Basel 3. Mijn functie was al in de laatste 10 jaar er een dat ik meer dan 40 keer per jaar in het vliegtuig zat. Ik bedoel, ik had elke week wel een internationaal overleg. Dus waar dat accent in één keer vandaan is gekomen, dat heb ik nooit zo heel goed begrepen. Volgens de media scheen het zo te zijn dat bij de ECB in die bestuurskamer mensen de vrouw van kennen en elkaar allemaal goed kennen, dat het wel redelijk... Ja, dat klopt. Nee, mijn vrouw kennen ze niet. Nee. Wilt u daar nu wel verandering in gekomen? Of? Nou, nee, u heeft twee nee kinderen ze kennen haar nog steeds dus niet. Maar ik neem aan dat zij toch een deze jaren wel een keer mij zal begeleiden ook op een informele governing council meeting. Nee, maar goed, ik ben vanaf 1 juli naar die governing council gegaan. Ja. En er is gewoon een moment waarop je gaat zitten. En er is ook een eerste moment waarop je Is er een soort opening speech? Je wordt welkom geheten. Okay. Zo is het wel. Maar goed, het aantal mutaties in de governing council is natuurlijk toch een continue. Je zit daar met 23 mensen. Dus na mij, ik zou even precies moeten tellen, maar zijn er volgens mij alweer 3 of 4 anderen gekomen. Dus het is vrij normaal dat er nieuwe leden daar zijn. Wisselingen maar wat vertelt u dan? Vertelt u hoe snel u de hele marathon hebt gelopen? Of vertelt u wat u met het financiële systeem Dat doe je soms 's avonds na afloop van het informele diner, als je nog een keer een biertje gaat drinken of zo met wat collega's. Maar ik kan mij herinneren, mijn eerste governing council, eerste week van juli. Toen hebben we de rente nog verhoogd, mind you. Toen waren we nog van mening dat de robuuste groei die we in de eerste helft van 2011 zagen in de eurozone, dat die zich aan het versnellen was. En dat we langzaam een eind moesten maken aan het toch wel erg lage monetaire beleid. Ja. En toen speelde natuurlijk ook wel de discussie over Griekenland. Toen hebben we, kan ik me herinneren, ook in die governing council gewoon een vrij stevige discussie over Griekenland gehad. En daar had ik gewoon een klein voordeel dat ik op dat moment net kwam uit de kring van de ministeries van Financiën. En dus de maanden daarvoor al dat Brusselse overleg van de Eurogroep, de Ecofin enzovoort had meegemaakt. En dat gaf mij, dat was wel makkelijk, of althans dat gaf me toen wel een zeker platform. Maar u heeft daar natuurlijk wel een stevig punt gemaakt, want we weten wel dat Nederland best wel hard in die discussie gegaan is met zijn partners, Duitsland, misschien Finland. En u was wel de persoon die dat heeft vertolkt natuurlijk aan die vergadertafel. Ja, ik moet zeggen je moet natuurlijk wel onderscheid maken tussen de centrale bank en mijn rol bij het ministerie van Financiën. Bij het ministerie van Financiën dan ben je belangenbehartiger voor de BV Nederland. Ja. Mijn taak binnen de governing council is niet
dat ik Nederland vertegenwoordig binnen de Governing Council. Maar dat is, ik ben een van de 23 Europeanen. Ja. Die is genomineerd om het Europese monetaire beleid vorm te geven. Dus je wordt daar niet geacht de belangen van Nederland te vertegenwoordigen. Je wordt daar geacht positie in te nemen. Die, waarvan je oprecht gelooft dat die voor de eurozone het beste is. Ja. Daarbij is het natuurlijk wel zo dat iedereen heeft zijn eigen achtergrond. De cultuur, tradities, waarin je groot wordt en waarin je denkt over monetaire vraagstukken. Ja. Dat breng je natuurlijk wel mee. Als we dan toch bij de Nederlandse Bank blijven, heeft u, net zoals iedereen die nieuw in een organisatie komt, die drukt op zijn manier een stempel op een organisatie. Er is ook wel enigszins over gespeculeerd in de media, van cultuurverandering. Nou, we hebben er veel over gelezen. Vincent en ik hebben daar nog wel, het blijft toch een beetje vaag. Hoe heeft u het gevoel dat uw stempel gedrukt wordt op de Nederlandse Bank? Ja, kijk, op zich kun je zeggen, cultuurverandering moet je doen. Je moet het meer doen eigenlijk nog dan er hele grote bomen over opzetten, denk ik. En wat bij dit soort processen wel belangrijk is toch de toon at de top. Dus als je als nieuwe directie en als president, dus als voorzitter van die directie, middels voorbeeldgedrag laat je heel veel zien over wat je eigenlijk wil. En dat is soms heel bewust, maar soms is dat ook gewoon, je bent wie je bent. En ik ben een ander persoon dan mijn voorganger. Ja. Ik ben van een andere generatie dan mijn voorganger. Ik communiceer dus ook op een andere wijze dan hij gewoon was te doen. En dat straalt af naar de organisatie. Daarnaast zat de organisatie al voor mijn komst natuurlijk in een cultuurveranderingstraject. In het cultuurveranderingstraject binnen het toezicht. Er lag al een plan van aanpak, van analyse naar actie. Er waren al een fix aantal organisatieveranderingen in gang gezet. En ik heb dat proces dus verder mogen uitvoeren en verder mogen begeleiden. En kunt u dat dan concretiseren? Zeg maar iets aan de top? Is dat, neemt u meer stelling of heeft u daar een concreet voorbeeld van? Nou, een van de dingen die in sommige van de rapporten over, er zijn verschillende rapporten verschenen over de dingen die niet goed zijn gegaan in de financiële sector en het toezicht. En een van de dingen die daar bijvoorbeeld uit terugkwam, was dat wij binnen de Nederlandse Bank onvoldoende onze eigen deadlines respecteerden. Dus als wij met een instelling in een traject zaten en we zeiden en dan moet het verbeterd zijn. En dan kwam, en dan was het wel iets verbeterd, maar eigenlijk niet goed. Ja. Zeg je dan van dit was de deadline, dus volg nu de volgende actie? Of ga je dan nog wat meer tijd geven en dat soort dingen? Nou, een van de dingen waar ik zelf in ieder geval altijd heel scherp op stuur is inderdaad, afspraak is afspraak. Ja. En ik ben een man redelijk van de klok. Als wij van 2 tot 4 vergaderen, dan zijn we ook meestal om 4 uur klaar. En dat probeer ik dus zeg maar uit te stralen, daar niet te veel slack in te laten zien. En dat verwacht je dan ook van de mensen terug. En je kunt de mensen ook alleen op dit soort dingen aanspreken als je zelf ook geloofwaardigheid hebt. Kijk, als je zelf heel makkelijk met je agenda omgaat, deadlines laat passeren, vergeet terug te koppelen enzovoort, dan kun je ook niet mensen in je organisatie daarop aanspreken. Hoe zou u dat voorbeeldgedrag wat u benoemt, kunt u dat in 3 woorden samenvatten? Kunnen we dan zeggen, dat is transparant? Of dat is, heeft u daar een idee bij wat dat dan zou kunnen zijn? Nou, ik probeer in ieder geval de zaken eerlijk voor te stellen. Okay. Dus ik denk, eerlijkheid. Ja, ik denk dat eerlijkheid voor mij wel van belang is. Ik geloof niet zo in paternalisme. Dus in zeg maar ik geloof juist veel meer in een stijl waarin je toch voortdurend moet uitleggen en rekenschap moet geven van wat je doet en waarom je dat doet. Ja. En dus geen stijl van, laat u het maar aan mij over, gaat u maar rustig slapen, het is bij mij in goede handen. Maar meer een stijl van, we hebben dit en dit gedaan om die en die redenen. Ja. We zien wel dat de Nederlandse Bank, uiteraard, een grote organisatie is constant in verandering. En het is een proces natuurlijk wat constant doorloopt. We zien nu dat er in dat proces, dat bijvoorbeeld u bent op zoek naar, 6 eerst, maar nu 5 personen voor de Raad van Commissaris. Wij zijn nog niet afgestudeerd, dus 4 zelf. 4. Wij zijn nog niet afgestudeerd, dus wij bieden ons nu nog niet aan. Maar, maar 4 is... Er is vandaag bekendgemaakt dat Feike Siebesma, de CEO van DSM, ook dat was gisteren, toch? Of niet?
geloof ik. Dat was gisteren inderdaad. En daarvoor was al bekendgemaakt dat Wim Kuiken de nieuwe overheidscommissaris. Dus van de 6 vacatures zijn er inmiddels 2 vervuld. Daar is intern wel iets veranderd. Want ik geloof dat nu de Raad van Commissarissen ook belast is met controle op de toezicht. Ja. Dus het is eigenlijk een zwaardere functie geworden. Dat klopt. Er zijn 2 mensen die ook vrijwillig eigenlijk weg zijn gegaan naar die Raad van Commissarissen. Misschien door andere redenen, maar ze zaten niet aan hun maximale termijn. Naar wat voor profiel zoekt u nu eigenlijk? Zoekt u nu naar een iets ander profiel in vergelijking met vroeger? Voor die Raad van Commissarissen? Ook een andere rol? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Het is wel zo dat de rol van de Raad van Commissarissen is verzwaard. Ja. Maar kijk, het gaat vooral ook in de Raad van Commissarissen dat je daar diversiteit wilt. Dus je wilt mensen van een verschillende achtergrond. De Nederlandse banken is een vrij uniek beestje. Als je kijkt, er is denk ik vrijwel geen organisatie die echt compleet vergelijkbaar is. Wij hebben mensen nodig die gevoel hebben voor bestuurlijk-politieke processen, die een wat meer Haagse achtergrond hebben. Mensen met een semi-overheidsachtergrond. Maar we hebben ook mensen nodig uit het bedrijfsleven, uit de financiële wereld. Dus één profiel is er niet. Als je kijkt naar de hele raad, dan vinden we dat een goede afspiegeling moet zijn van de Nederlandse maatschappij. Want wij staan immers midden in de maatschappij. Maar vindt u dat u die nieuwe rol, dat u die kunt vragen aan mensen van de Raad van Commissarissen? Want het is ook best wel een confronterende rol. Dat als het fout gaat, en dat hebben we in de crisis gezien, dat is ook wel een kritiek wat Wellink heeft gehad, is van dat hij te weinig schuld op zich nam. Ja, dat was natuurlijk ook juridisch dat best wel moeilijk. Maar deze rol vraagt u dan misschien wel voor de nieuwe Raad van Commissarissen. Ja, maar ik denk dat de nieuwe rol van de Raad van Commissarissen veel minder speciaal is dan dat de oude rol was. Ja. De oude rol was eigenlijk heel speciaal, omdat de centrale bank een traditie kent van onafhankelijkheid. Ja. Onafhankelijkheid met betrekking tot haar kerntaken. En in de oude rol mochten de commissarissen zich dus met heel veel onderwerpen niet bemoeien, omdat die in het domein van de onafhankelijkheid vielen. En er is nu in de nieuwe rol nog steeds gezegd dat alle stelselverantwoordelijkheden, Daar kies ik wel zelf ervoor om proactief de raad af en toe te informeren en bij te praten. Maar formeel hebben ze daar absoluut geen enkele say in. Omdat wij als directie daarin onafhankelijk moeten zijn. Nu krijgen ze wel de binnenlandse taken. Zoals het toezicht, het binnenlandse betalingsverkeer enzovoort. Dat komt er nu bij. Ja. Dus in zoverre wordt de taak van de raad wordt meer normaler dan die eigenlijk was. Dus ik vind het ook niet zo bezwaarlijk om dat van commissaris te vragen. U spreekt over strakke deadlines waar de Nederlandse bank zich dan aan houdt. Kunt u ook een deadline noemen wanneer de raad van commissarissen, wanneer die vacatures gevuld zijn? Nou, het is heel simpel. Wij moeten altijd minimaal 7 en maximaal 10 commissarissen hebben. Ja. Dat betekent dat we te allen tijde 7 moeten hebben. Wij weten dat op 1 juli aanstaande onze voorzitter weggaat. Dan zullen we dus voor 1 juli nog minimaal 1 commissaris moeten hebben om op 7 te blijven. Verder kunnen we tussen de 7 en 10 enigszins flexibel zijn. Ook afhankelijk wanneer geschikte kandidaten zich aanmelden. De 5 is niet oneindig groot. U moet zich bedenken dat als u bij ons commissaris bent, mag u geen commissariaten hebben in een hele hoop andere bedrijven vanwege potentiële belangenconflicten. Ja. Bijvoorbeeld de gehele financiële sector. Nou, dus de 5 voor ons, waaruit wij vissen, is niet oneindig. Wij hebben een goede optie. Michiel en ik hebben even gehad. Nee, jij mag het vertellen. Jij hebt hem bedacht. Dus hij heeft hem gevonden. Maar we hebben een goede kandidaat gevonden die in geen enkele commissie zit. En die van de hoed en de rand weet. Je weet echt wel iets van het bak. Rijkman Groenink. Hij heeft een open sollicitatie gedaan bij hoe heet het, College Tour. Die zei van, ik wil wel toezichthoudende functie, lijkt mij wel wat. Ja, dat is ideale man. Op een presenteerblaadje. Nou ja, goed, ik ga hier geen commentaar geven op individuele kandidaten, maar hij kan zijn cv altijd insturen. Oké. En wij ook, of niet? Mm-hmm. Nee, ja. Nou, je kunt het proberen. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, hè? Ja. Laten we dan even teruggaan naar Nederland en naar Commissie De Wit. 2 dagen geleden heeft zij haar eindrapport gepresenteerd. Wij zijn eigenlijk vooral heel erg benieuwd, hoe kijkt u tegen dit rapport aan? Hoe heeft u dat ontvangen? Ja, nou kijk, ik wil daar niet al te veel over zeggen. Omdat ik eigenlijk gewoon qua proces nu vind dat eerst het parlement aan het woord is. Het is immers een rapport van de commissie aan het parlement. En ongetwijfeld zullen wij ergens in dat proces, ook als de Nederlandse bank, gevraagd worden om een reactie. Dan zullen wij ook die reactie geven. Wat ik er nu van wil zeggen is, het is een stevig rapport, maar de dingen die erin staan zijn niet verrassend.
Nee. De dingen die erin staan zijn in lijn ook met eerdere bevindingen en eerdere rapporten die er over de crisis zijn verschenen, die er over de rol van de Nederlandse Bank zijn verschenen. Naar aanleiding van die eerdere rapporten hebben wij al een groot aantal verbeteracties in gang gezet. Wij denken ook dat de meeste aanbevelingen van dit tweede De Wit rapport ook daar naadloos bij zullen aansluiten. En voor zover het rapport nog aanleiding zal geven tot aanvullende inzichten, dan zullen wij die ook ter harte nemen. Nou, dan willen we het misschien dan nu meer over de Nederlandse Bank en de communicatie met heel veel andere instellingen hebben. Misschien met de ECB of met AFM. Het punt is natuurlijk dat de Nederlandse Bank die is adviseur van het ministerie van Financiën. Maar daarnaast is de Nederlandse Bank natuurlijk ook een hoeder van het Nederlandse financiële stelsel. Hoe kijkt u, dat is wel in een eerder commissie De Wit, is dat ook naar voren gekomen. Hoe kijkt u tegen die dubbelrol aan? Ja, ik zie dat niet als een dubbelrol, moet ik eerlijk zeggen. Wij zijn inderdaad toezichthouder en financiële stabiliteitsautoriteit op de financiële sector. Ja. Maar dat is geen adviserende functie, dat is een toezichthoudende functie. En daarnaast zijn wij, zeker als het gaat om macro-economische aangelegenheden, maar ook op wetgevende aangelegenheden als het gaat om financiële markten, zijn we adviseur van de overheid. Maar dat zijn twee totaal verschillende rollen. Maar hoeder van de financiële sector is natuurlijk niet dat wij adviseur zijn van de financiële... Bankiers moeten bankieren, wij houden toezicht. Maar het schuurt natuurlijk wel dat als een individuele instelling kan zorgen voor de financiële stabiliteit, dat die slechter wordt, dat die instort. Dat u tegelijkertijd het ministerie van Financiën moet adviseren, maar geen uitspraak mag doen over individuele gevallen. Daar zit wel een institutioneel schurend iets. Ja, kijk, waar je nu aan raakt is de toezichtvertrouwelijkheid en de geheimhoudingsbepalingen. Ik zou willen zeggen dat in acute crisis er toch voldoende mogelijkheden zijn geweest en er ook zijn om binnen het kader van de WFT de minister wel degelijk op dat moment op de hoogte te stellen van de situatie met individuele instellingen. En ik denk ook dat je in het rapport van De Wit daar ook niet heel veel ongemak vindt. Toen het minder ging met Fortis, is ook alle informatie a tempo gedeeld met het ministerie van Financiën en zo geldt dat ook. Natuurlijk, er liggen wettelijke beperkingen, dus wij kunnen niet onbeperkt op elk moment maar de minister overal van vergewissen. Maar op het moment dat wij echt een prudentiële zorg ergens hebben en denken dat het ooit zou kunnen leiden tot een situatie dat ook het ministerie van Financiën en de minister van Financiën in beeld gespeeld zou gaan worden, dan zijn er wel degelijk mogelijkheden om, zodra we die zorg hebben, om die ook met het ministerie te delen. Maar vindt die informatieoverdracht, vindt dat nu goed plaats? Want dat is, in Wellink aan het woord bijvoorbeeld, wordt er wel gezegd dat er op sommige momenten dat die informatieoverdracht niet ideaal verliep. Is daarin geïnvesteerd om die fouten te vermijden? Ik kan in ieder geval uit mijn eigen ervaring zeggen dat die informatieoverdracht echt op dit moment uitstekend verloopt. Ik heb elke 14 dagen lunch met De Jager. Dat is een instituut wat al sinds 1948 in feite bestaat. En daarnaast is er ook op andere niveaus in de organisatie is er veelvuldig contact. Er zijn gemengde werkgroepen toezicht, gemengde werkgroepen monetair, financiële stabiliteit enzovoort. Op dit moment zou ik willen zeggen dat als we elkaar nodig hebben, dat we elkaar heel goed weten te vinden. En kunnen we er dan ook op vertrouwen dat er binnen de organisatie, dat er dan ook voldoende informatieoverdracht plaatsvindt? Dat alle informatie die belangrijk is om beslissingen te nemen, dat die dan ook bijvoorbeeld uw positie of die positie van De Jager bereikt? Ja, ook dat is natuurlijk denk ik iets wat uit de verschillende rapporten ook al naar voren is gekomen. Dat er intern binnen de Nederlandse Bank ook wat hiaten hebben gezeten in de stroom van informatie. Ook daar hebben we inmiddels een enorme hoop aan gedaan om toch ook de interne Chinese walls enzovoort zo goed als ongedaan te maken. En in ieder geval te zorgen dat we veel meer kennisdeling en informatieuitwisseling hebben. Want meneer Bos noemde dat gisteren wel als een bij Paul Witteman zei hij van, nou, hij heeft wel mij essentiële informatie heeft mij niet bereikt. Ja, daar heeft meneer Bos gedoeld in ieder geval op een specifiek moment in een extreem hectische situatie waarin er, neemt u dit van mij aan, in zo'n crisis is er eerder te veel informatie dan te weinig. Ja. Er komt van alle kanten nieuwe informatie en dus moet je voortdurend
een weging maken van is dit relevant of is dit niet relevant. Ja. En dan daar worden fouten gemaakt. Ja, dan komt er wel eens een stukje informatie waarvan je denkt het is niet relevant en dat blijkt achteraf wel relevant. Er zal ook ongetwijfeld informatie zijn geweest waar precies het omgekeerde gold, waar werd gedacht van nou, dat is wel relevant en wat achteraf minder relevant. Nou, denk ik dat maar dat is een hele specifieke omstandigheid. Dat zou ik niet willen generaliseren. Oké, nou denk ik dat 4 tot 5 miljard bij in het geval van ABN AMRO toch wel redelijk relevant is. En dat is niet bij Bos aangekomen. Maar in ons onderzoek... Ik dacht ook dat de heer Bos een iets ander getal heeft genoemd. Maar nogmaals, voordat we al te diep deze materie ingaan. Wat de heer Bos heeft gezegd gisteren waren, was ook denk ik een erg nuttige input voor het parlementaire bad. Ja. Zoals dat later... Is het ook niet een beetje flauw van Wouter Bos dat hij is nu bij KPMG, gaat hij op zijn bakfiets, gaat hij daar elke dag gaat hij daarheen. En dan kan hij nu lekker bij Pauw en Witteman gaan zeggen, gaat hij even gewoon... En u mag heel weinig zeggen of u wilt heel weinig zeggen. En Wouter Bos die zit er lekker, die gaat alles vertellen. Dat zou u natuurlijk aan Wouter Bos zelf moeten vragen. Ik had overigens het gevoel dat de reden waarom hij daar zat niet voortkwam uit gemak, maar toch wel uit het gevoel dat hem enigszins onrecht was aangedaan. Ja. Dus in zoverre denk ik dat die beschrijving toch niet helemaal klopt. Okay. Klopt het dat u trouwens bij die onderhandelingen was? Want daar kwamen wij achter in ons onderzoek. Dat klopt. Daar bent u bij geweest. Ja, ik ben daar toen aan de delegatie toegevoegd van het ministerie van Financiën, hoewel ik van toen bij de Nederlandse DNB Bank zat. Omdat men nadrukkelijk iemand zocht met kennis van de liquiditeitssituatie van Fortis. Omdat de acute crisis kwam door de uitstroom van middelen. En dus was het wel van belang dat de onderhandelingsdelegatie A-tempo wist hoeveel liquiditeit er nog over was voordat de instelling failliet zou gaan. Het is toch fantastisch om daarbij te zitten. Zie je Brussel, miljarden. Ja, het zijn wel de meest waanzinnige 48 uur uit mijn professionele leven tot dusver. Laten we hopen dat dat ook zo blijft. Dat er niet en nog ik, een keer over ik ben het helemaal eens met diegenen die zeggen laten we hopen dat we nooit meer in deze situatie komen. Ik denk dat we maar naar Nederland moeten gaan. Bezuiniging in Nederland. Ja, zullen we dat doen? Ja. Nou, we hebben natuurlijk de Nederlandse economie heeft het ook moeilijk. Heren zitten in het kassenhuis, heel erg veel overleggen. Wanneer ze eruit komen is nog maar de vraag. We moeten aan 3% houden, tenminste dat zegt Europa. En dat zegt u ook, want dat is een heilig getal. Het CPB zegt 3%, het is wel belangrijk, alleen we moeten niet kosten wat kost die 3%. Pas op overreactie. Wat denkt u dat de reactie zal zijn op de economie? Dat als we toch echt standvast aan die 3% gaan houden? Nou, het zijn een hele hoop dingen die ik hierop zou kunnen zeggen. In de eerste plaats, de 3% is weliswaar de eis die vanuit Europa op ons komt. Maar ik denk dat we ook gewoon naar 3% zouden moeten streven. Omdat wij gewoon zelf als Nederland op dit moment ons begrotingstekort zouden moeten terugbrengen. Dus zelfs even los van Europa. Je kunt altijd een discussie hebben over hoe snel het moet. En er zijn hier gewoon twee tegenstrijdige effecten die een rol spelen. Aan de ene kant leidt begrotingsconsolidatie en bezuiniging leidt gewoon tot vraaguitval. Dus dat klopt. Dat kost iets economische groei. Daarvan zeg ik dan wel meteen, kijk, we zijn als Nederland een kleine open economie. Dus het belangrijkste deel, het grootste deel, 60% van die vraaguitval, lekt gewoon sowieso weg naar het buitenland. Dus dat effect moet niet worden overtrokken. En er is een tegengesteld effect. En dat noem ik het vertrouwenseffect. En dat is als markten gaan twijfelen aan de kredietwaardigheid van Nederland. En dat leek toch even te gebeuren in de aanloop naar het katshuis. Dan betekent dat bijvoorbeeld dat buitenlandse investeerders besluiten niet naar Nederland te komen. Dan betekent dat binnenlands de consumenten de hand op de knip houden. Dan betekent dat binnenlands ondernemers investeringen zullen uitstellen vanwege de twijfel aan de gegoedheid en de onzekerheid. En ik denk dat in het midden van een vertrouwenscrisis, en wij zitten toch midden in een vertrouwenscrisis, dat juist dit vertrouwenseffect op dit moment maximaal is. Dus mijn taxatie is dat het vertrouwenseffect op dit moment belangrijker is dan het vraaguitvaleffect. En daarom denk ik dat we wel moeten vasthouden aan de 3%. Ik denk ook niet dat het genoeg is. Ik denk dat we naast bezuinigd tot 3% ook echt nu een aantal structurele hervormingen moeten doorvoeren in de Nederlandse economie.
die niet alleen zeg maar, betrekking hebben op 2013, of ik zou zelfs willen zeggen die geen betrekking hebben op 2013, maar meer op de langere termijn. En de combinatie van bezuinigen, dus budgettaire soliditeit en hervormingen, dat moet het vertrouwen terugbrengen. Ik wil er zoiets meer over zeggen. Nog het laatste wat ik wil zeggen over die bezuinigingen. We moeten ons ook wel realiseren dat wij als Nederland het enige AAA-land zijn dat nog een tekort heeft van 4,5-5%. Alle andere AAA-landen zitten al lang op 1% of minder. Ja. Wij hebben in 2009 bewust de keuze gemaakt om de economie te gaan stimuleren. Dat betekent dat we toen ook zijn gegaan van een primair overschot op de begroting. Een primair overschot, dat is de lopende inkomsten groter zijn dan de lopende uitgaven, naar een primair tekort. Ja. Dat primaire tekort hebben we nu al 4 jaar. Dus we zijn nu al 4 jaar aan het stimuleren en we zijn nu al 4 jaar dus voor ons uit aan het schuiven het moment dat we toch zeggen, ja, nu zullen we weer de tering naar de nering moeten zetten. En we hebben dus nog steeds een fors primair tekort in Nederland. En ja, dat zul je een keer moeten adresseren. Vooral ook omdat onze economie in de komende jaren veel minder zal kunnen groeien dan we in het verleden altijd gewend geweest zijn. Maar misschien leven we dan in die zin een beetje boven onze stand dat we die AAA-rating nog hebben. Als we bijvoorbeeld kijken naar Amerika, die zijn hem al kwijtgeraakt. Dat heeft niet heel veel rentekosten met zich meegebracht. Nou, kijk, moeten we daar het gaat inderdaad om de rentekosten, de lasten, daar ben ik het helemaal mee eens. Als je je AAA zou kunnen verliezen zonder dat het tot enige renterimpeling aanleiding gaf, dan zou ik zeggen zwa. Ja. Ik ben bang alleen dat wij niet in de situatie van de Verenigde Staten zitten. Dus dat bij ons, als wij de AAA zouden verliezen, dat wel degelijk... Omdat we een veel kleinere economie zijn. Ja, zou leiden tot zomaar 100 basispunten meer rente op onze staatsschuld. En dat betekent op termijn gewoon 4 miljard meer rentelasten per jaar. Dus daar moeten we het gewoon niet op laten aankomen. En dus is het nu echt tijd om de tering naar de nering te zetten. Maar ik ben toch gefascineerd door die 3%. Die heeft een soort hypnotiserende uitwerking op mij. Ik ben ook econoom en het CPB, die jongens daar, die weten toch ook wel wat ze doen. Ik vind het fascinerend hoe de een zegt, ja, doe het niet, want je bezuinigt de economie kapot. En de ander zegt, doe nou even wat rustiger. Nou, ik denk dat wij... Dat verschil, waar wordt dat door gevraagd? Het is gewoon een verschillende weging van argumenten, denk ik. Ja, ik moet overigens aan het CPB vragen en eigenlijk niet aan mij. De heer Teuling zou eigenlijk naast je moeten zitten. Okay. Dan hadden we een interessant debat. Weging komen. Ja. Maar kijk, ik denk dat de heer Teuling en ik het volstrekt eens zijn over dat deze twee kanalen aan het werk zijn. Waar we misschien van mening over zullen verschillen is de relatieve weging. Ja, en ik kom inderdaad vanuit mijn achtergrond meer vanuit de stabiliteit en de vertrouwenskant aangevlogen. Dus vandaar dat ik dat ook erg belangrijk vind. De kredietwaardigheid van Nederland, de geloofwaardigheid in de monetaire financiële wereld. Dus vandaar dat ik dat relatief zwaar weeg. Maar wat u zegt over die 100 extra basispunten, dat is natuurlijk wel een beetje een argument wat we wel heel vaak al hebben gehoord van politici en van centrale bankiers. Van let op, er komt een hele erge reactie. En als we dan bij het puntje bepaaltje komt, dan zien we eigenlijk die reactie zien we eigenlijk niet. Dat zien we in Frankrijk niet. Dat is, nou, eigenlijk is het niet zo extreem. Ik denk dat als je naar Frankrijk en Oostenrijk kijkt, landen die recent dus een AAA hebben verloren, daar heb je wel degelijk, ik weet even niet precies of het 100 basispunten zijn, maar heb je wel degelijk een belangrijk effect gezien in de rentecurve. De spreads die zij betalen zijn duidelijk hoog over de Duitse rente, zijn duidelijk hoger dan die Nederland betaalt. Als wij die kant op gaan, gaan we dus naar die rentes toe. Maar in principe, onze spreads zijn wel heel erg laag. Hè? Nu, ik bedoel, historisch gezien, we hebben nog nooit zulke lage spreads gehad. Nou, ik weet ook, ik heb vandaag nog niet gekeken, maar 20 à 30 basispunten zou, denk ik, redelijk normaal moeten zijn. Dat verschil zal er altijd blijven voor vanwege de liquiditeit. Ik dacht dat het vandaag nog steeds iets hoger is. Maar Leen Meijhaard van BlackRock, die heeft hier een keer gezeten, die zei, nou, 20, 30 basispunten, dat is veel te weinig. Want Nederland heeft substantieel veel meer risico dan Duitsland. En u zegt dat wel een beetje... Als hij gelijk heeft, dan versterkt dat mijn gevoelen dat we dan ook iets aan die risico's zullen moeten doen. Okay. Ja. En wat zijn die risico's? Dat zijn budgettaire risico's op de korte termijn. En op de langere termijn is dat natuurlijk de vraag of wij wel het maximale uit onze groeicapaciteit halen. Goed, voordat we vervallen tot een hele technische discussie, economische discussie. U pleit dus voor hervormingen. Vandaag kwam naar buiten dat uit het Catshuis de nullijn wordt gehanteerd. Ambtenaren salarissen niet stijgen. Vindt u dit een goede hervorming? Ik dacht dat de bezuiniging op de ambtenaren vooral een bezuiniging is. Meer een bezuiniging dan een hervorming. Dus ik denk dat je het in die context moet bekijken. Ja, ik denk dat het bij de huidige kaspositie van de overheid bijna onvermijdelijk is. Ik denk niet dat je zonder deze maatregel komt aan het benodigde bedrag van bezuinigingen. Nee, oké. Nou, laten we het dan even hebben over de hervormingen waar u voor pleit.
De hypotheekschuld in Nederland is, zoals ik geloof, 640 miljard. Correct me if I'm wrong. Ja, maar dat klopt ongeveer. Ja. Dat is een ontzettend grote hypotheekschuld. Daar moet volgens u iets aan gebeuren. Ja, dat klopt. Hoe kunnen we dat het best doen? Nou, ik heb daar in het verleden al een aantal voorstellen toe gedaan. En dat zijn voorstellen waarvan ik ook echt van oprecht van mening ben dat ze ook op redelijk korte termijn ingezet zullen moeten worden. Kijk, we komen uit een verleden waarin het zeg maar tot midden jaren 90 volstrekt gebruikelijk was om af te lossen op je hypotheek. En om ook, als je een huis kocht, om gewoon eigen geld mee te brengen. Ja. Dus dat uit zich dan in hypotheken die voor 1995 zijn afgesloten. Die hebben een loan-to-value ratio, dus de waarde van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, van onder de 50%. Na midden jaren 90 hebben we een liberalisatie van de verstrekkingsvoorwaarden doorgemaakt. En zijn er twee dingen gebeurd. Het is gebruikelijk geworden om hypotheken af te sluiten met een LTV van boven de 100%. En de aflossingsvrije hypotheek is in zwang gekomen. Dus met andere woorden, dat gedurende de looptijd van de hypotheek het hypotheekbedrag eigenlijk niet afnam, maar gewoon constant gemaximeerd bleef om de hypotheekrenteaftrek te kunnen maximeren. We hebben dus nu ongeveer 15, 16 jaar van die beweging gehad. De gemiddelde hypotheek looptijd van een hypotheek is 30 jaar. Dus dat betekent als wij ongewijzigd zouden doorgaan, dan zouden de komende 10, 15 jaar die hypotheken van voor 1995 zeg maar langzamerhand uit de populatie gaan en worden vervangen door hypotheken, aflossingsvrij, LTV in de buurt van de 100 enzovoort. Dus dan zou die hypotheekschuld alleen maar doorstijgen. Dat is denk ik niet goed. Het is alleen niet goed. Het voedt de twijfels over de kredietwaardigheid. Ja. In heel veel landen waar er dus sprake is geweest van een financiële crisis, zijn het eerder de private schulden geweest dan de publieke schulden. Ierland, Spanje, maar ook de Verenigde Staten met subprime enzovoort. Dus vandaar dat ik denk dat wij op korte termijn de mores moeten veranderen. Dat we toe moeten naar een systeem van toch iets minder lenen en aflossen. Roept u dan ook of Rutte eigenlijk, kom uit het katshuis pas als er een oplossing is rond dit hypotheekprobleem? Ja, ik denk dat, dat dit een conditio sine qua non is. Ik denk dat dit een dossier is dat als daar niets aan gebeurt, dat het moeilijk zal zijn om het, zeg maar, het consumentenvertrouwen terug te halen. Omdat iedereen ziet dat dit op lange termijn een niet houdbare situatie is. Ik wil er nog één ding bij zeggen voor de volledigheid. De twee voorstellen die ik heb gedaan, die zijn er voornamelijk op gericht om op redelijk korte termijn de belangrijkste financiële stabiliteitsrisico's hiervan te bestrijden. De hele problematiek op de woningmarkt is veel breder. Het is niet alleen een problematiek van maximaal lenen, minimaal aflossen. Er is veel meer problematiek over doorstroming van huurwoningen naar koopwoningen. Er is een vraag of bijvoorbeeld de fiscale behandeling van het eigen woningbezit, die nogal verschilt van andere vermogensvormen. De andere vermogensvormen zitten in box 3, eigen woning zit in box 1. Dat zijn meer fundamentele vragen die je op de lange termijn zou moeten bekijken. Ik heb me vooralsnog beperkt tot de korte termijn, omdat ik denk dat dat iets is waar we snel de bakens moeten verzetten. Volgens mij is er een vraag uit het publiek. We hebben natuurlijk wel via al die producten heel veel gespaard op een natuurlijk andere rekeningen. Is er misschien een mogelijkheid om al dat gespaarde geld toch nu te gaan gebruiken om af te lossen, om toch die schuld wat kleiner te maken? Ja, dat is iets van 105 miljard of zo? Die mogelijkheid is er op dit moment niet, want er zijn allerlei boetebepalingen die dat onmogelijk maken. De fiscale behandeling is zeer onvriendelijk. Je verliest een delen van je fiscale voordeel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit soort mogelijkheden niet gecreëerd kunnen gaan worden. Maar bij ongewijzigde beleid en regelgeving zijn die mogelijkheden er eigenlijk niet. Of is het in ieder geval zeer onaantrekkelijk om dit te doen. En die zouden wel moeten komen? Daar zou politiek wat iets aan zou de politiek wat aan kunnen doen. Dat kan. Het is, kijk, je moet je wel bedenken dat een deel van de problematiek is dus dat die besparingen die zitten bij andere instellingen dan de schulden. Als je dit mogelijk maakt en de mensen zouden dit massaal gaan doen, dat geeft natuurlijk wel enorme schoksgewijze veranderingen in de vermogenspositie van al die financiële instellingen.
En dat zou ook nog wel tot wat complicaties kunnen leiden. Dus ik zou zeker willen pleiten voor geleidelijkheid. En niet al te schoksgewijze aanpassingen in deze. De Rabobank gaf laatst aan dat zij sinds dat de discussie opleidde over de hypotheekrenteaftrek veel meer aflossingen binnen zagen komen. Ziet u dat ook aan het bedrag, het uitstaande leenbedrag van 640 miljard? Ziet u dat afnemen? Dat zien we eigenlijk nog amper in dat bedrag terug. Het Rabobankbericht is later ook overigens gecorrigeerd, omdat de betrokkenen niet helemaal juist gequote was. Dus ja, er komen iets meer aflossingen binnen, maar het is nog niet in die orde grootte dat het echt van een fundamentele verandering gaat betekenen in de ontwikkeling van de hypotheekschuld bij ongewijzigd beleid. Is er een keuze die uw voorkeur geniet? De hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Zou dat de meest effectieve manier zijn om die schuld terug te brengen? Nou, kijk, uiteindelijk is de hypotheekrenteaftrek op zich is gewoon een puur politieke keuze. Want het gaat hier om de meest efficiënte inzet van belastingmiddelen. Op welke inkomens wil je die laten vallen? Fiscale aangelegenheid. Enzovoort. Ja. Dus dat is eigenlijk toch een keus die je bij de politici moet laten. Mijn punt, en wat ik dus maak vanuit mijn verantwoordelijkheid voor financiële stabiliteit, is dat we iets moeten doen aan de grote hypothecaire schuld. En daarvoor zullen we toch minimaal het aflossen tot norm moeten gaan verheffen. Maar stel, de heren in het Katshuis komen er door politieke constellatie niet uit. U geeft deze waarschuwing, maar ze denken, ja, we kunnen het hier gewoon niet uit onderhandelen. Hoe schadelijk zou dat zijn voor de Nederlandse economie? Nou ja, ik denk dat als je praat met zeg maar rating agencies en beleggers in de Londense City of waar dan ook buiten Nederland, onderwerp 1 is de hypotheekschuld. Ja. En ik zou ook tegen u willen zeggen, dat is niet de netto hypotheekschuld. Het is de bruto hypotheekschuld waar de financiële... Of je dat nou terecht vindt of niet, of je nou vanuit economisch oogpunt vindt van dat je dat misschien zal moeten salderen enzovoort. Het is niet hoe beleggers naar Nederland kijken. Dus als je uit het Katshuis komt en hier doe je niets aan, dan speel je met onze kredietwaardigheid. Kijken we naar een andere hervorming, dat zou het pensioenstelsel zijn. U heeft daar eerder al van gegeven, u heeft al aangegeven dat we tot 7% moeten korten. U gaf toen ook al aan dat eigenlijk het laatste, niet laatste redmiddel, maar dat is wel een uiterste aanpassing. Ziet u, wat de markten zijn nog steeds niet hersteld, of het ziet er niet naar uit dat ze herstellen. Ziet u nog meer maatregelen die u daar zou moeten doen? Ja, ook dit zou ik even toch moeten kwalificeren, want graag. Het zijn voorgenomen kortingen. Ja. En ze zijn inderdaad conditioneel op dat de markten niet herstellen. Maar we weten gewoon niet wat de markten gaan doen. Ik bedoel, de eerste 3 maanden van het jaar, of de eerste 2 maanden moet ik zeggen, ging het toch behoorlijk hard. Maar nu zien we toch wel weer dat als we de eind februari of midden maart stand op 31 december hadden, dan hadden die percentages al veel en veel lager eruit zien. Dus ik sluit niet uit dat de markten toch nog wel... Je weet het gewoon niet. Ik bedoel, ik kan er ook geen zin in. Maar het ziet er nu weer negatief uit. Gaat nu weer, maar het is in ieder geval conditioneel op hoe de situatie zal zijn op 31 december van dit jaar. En we hebben met elkaar afgesproken dat we een jaar van tevoren een aankondiging gaan doen. Vandaar dat er nu dus aankondigingen van voorgenomen kortingen... In 2013 moeten die dan plaatsvinden. En daar is niks aan veranderd. Nou, en daarmee adresseren we dan de legacy problematiek zoals die bestaat binnen het huidige pensioenstelsel. Daarnaast weten we natuurlijk dat er gesprekken gaande zijn over een nieuw pensioenstelsel. Ja. En dat nieuwe pensioenstelsel, dat moet dan naar de toekomst toe. Ons pensioenstelsel een stuk robuuster maken. En ik denk dat dat zonder meer een beweging in de goede richting is. Het is onontkoombaar dat we toch meer van de beleggingsrisico's naar de deelnemers toe zullen moeten schuiven. Anders kunnen we die beleggingsrisico's gewoon niet nemen. Nee. En dan zouden we conservatiever moeten gaan beleggen. Maar dat is uiteindelijk aan de sociale partners om die keus te maken. En ik proef daar een voorkeur om toch risicovol te blijven beleggen. Dus daarmee is voor de toekomst toe, denk ik, het stelsel duidelijk robuuster gemaakt. Maar goed, linksom of rechtsom, we zitten natuurlijk met een legacy probleem. Maar van wie komt die voorkeur om risicovol te blijven beleggen? Omdat ik zie wel in de kranten, Nederland wil eigenlijk wel, moet dat nou al die ongevaarlijke producten en zo? Maar wie zegt dat dan? Dat zijn werkgeversorganisaties? Dat zijn werkgevers en werknemers en zij besturen uiteindelijk pensioenfondsen. Zit er ook niet een gebrek aan financiële know-how bij die pensioenfondsen? Zou daar in plaats van het negatief te stellen, zou het misschien beter zijn als daar ook wat meer financiële mensen in die besturen zouden zijn? Nou, ik denk niet dat je dat zo in algemene zin kunt zeggen. Het is...
Kijk, wij hebben wel in het verleden ook als toezichthouder gezegd dat we de kennis op sommige niveaus wel naar een wat hoger niveau zouden willen hebben. Maar dat geldt niet across the board, geldt niet vooral. Nee. Daar moet je echt heel, heel voorzichtig mee zijn om dat al te veel te generaliseren. Pensioenfondsen maken ook veel gebruik van advies, vermogensadvies enzovoort. Maar dat ontslaat de bestuurders nog steeds niet van hun eindverantwoordelijkheid. En dat betekent wel degelijk dat bestuurders in staat moeten zijn om dat advies wel goed zelf te kunnen beoordelen. Het is wel waar dat er in het verleden wel dingen mis zijn gegaan met het begrotings- en beleggingsbeleid. Of sorry, met het beleggingsbeleid moet ik zeggen. De commissie Vrijns heeft daar toch wel de vinger op de zere plek gelegd. Dus de kennis en kunde, het moet wel naar een hoger niveau. Maar die adviezen die zij inkopen, dat is nog steeds vrijwillig. Al kijk je naar een pensioenfondsbestuur, daar zitten voornamelijk, dat neigt mee misschien wel naar lobbyisten of naar werkgevers die toch een ander belang hebben dan werknemers. En ik heb daar liever dat daar een econoom zit die lekker op een universiteit komt en die gewoon dat weet. Die het gewoon echt weet. Ja, we hebben paritaire bestuurssamenstelling. Ik bedoel, dat hebben werkgevers en werknemers zo met elkaar afgesproken in de pensioenwereld. En ik denk dat die werkgevers en werknemers dan vervolgens zelf op zoek moeten naar mensen met deskundigheid. En wij toetsen die mensen ook op. Vraag of ze daar echt belang bij hebben. Dat is wel degelijk in hun eigen belang. Ja. Altijd. Dat is, uiteindelijk is dat zeker in hun eigen belang. Maar is dat niet gevaarlijk? Het is een gigantisch bedrag die zij beheren. Dat klopt. En daarom heb je ook stevige deskundigheidseisen nodig. En daarvoor zeg ik ook, het moet naar een hoger plan dan maar in het verleden. Het is ons staatsfonds eigenlijk. Ja, Noorwegen heeft dat een staatsfonds en wij hebben pensioenfonds. Nou ja, daar zullen, als u deze stelling aan de sociale partners voorlegt, zullen die daar toch anders over denken. Want het is uiteindelijk, pensioen is een arbeidsvoorwaarde. En het is geld dat is gespaard door werkgevers en werknemers. Ja. Dus zij beschouwen dit toch niet als collectieve middelen, maar echt als middelen van de sociale partners. Het enige wat er collectief aan is, is natuurlijk dat die middelen zijn vergaard door de verplichtstelling. En de verplichtstelling is wel degelijk een collectief element. Dus beide extremen zijn niet waar. Het is niet volstrekt collectief geld, maar het is ook niet volstrekt privaat geld. Is uw stellingname die u vaak die u in de politieke discussies neemt, is dat ook een onderdeel van uw nieuwe rol als die u zichzelf aanmeet als president? Welling deed dat minder. Dat weet ik niet of dat zo is. Ik vind het in ieder geval, ik zie het als onderdeel van mijn rol. Ja, als president van de Nederlandse Bank ben ik uithangbord van mijn organisatie. En mijn organisatie wordt toch geacht op een aantal dossiers stelling te nemen. Ja. Ik denk dat we door moeten gaan. Hebben we een vraag of niet? Oh. De besprekingen over de verdere uitwerking van het nieuwe stelsel, die zijn nog in volle gang. Het duurt allemaal een stuk langer dan aanvankelijk gepland. Gaat het nog wel om op tijd lukken? En klopt het inderdaad dat u tegen een risicoopslag bent, zoals ik heb gehoord via de oratie van Theo Kokker, dat u dat heeft gezegd? Nou, ik kan niet zeggen hoe lang dat gaat duren, want wij zitten gewoon niet primair aan tafel. Het enige wat we doen is af en toe wat technisch advies aan partijen geven. Maar uiteindelijk zijn dit toch echt onderhandelingen tussen andere partijen. En de tweede vraag die u stelt over de rekenrente. Ja, daar ben ik inderdaad zeer terughoudend over. U moet zich goed realiseren dat elke verhoging van de rekenrente door welke opslag dan ook betekent gewoon linksom of rechtsom een transfer van jong naar oud. En nou kun je dat met z'n allen beslissen, maar dat is wel een politiek besluit. Ja, dus ik bedoel, je moet je wel realiseren, dat is niet een technische aanpassing. En het is een hogere rekenrente, betekent dat per direct de dekkingsgraad, de gemeten dekkingsgraad van het pensioenfonds toeneemt. Dat betekent dus dat per direct er meer ruimte wordt gepercipieerd om te gaan indexeren, om pensioenuitkeringen te kunnen doen. Dus dat betekent dat er ogenblikkelijk meer uitgekeerd zal worden. En dat er dus een deel van die rekening toch meer naar de toekomst toegeschoven gaat worden. Nou, zeg ik niet dat dat per definitie fout is. Elke rekenrente impliceert een bepaalde generationele verdeling. Een hogere rekenrente betekent een verdeling waar de ouderen meer van profiteren. Een lagere rekenrente betekent waar de jongeren meer van profiteren. Ik vind wel dat iedereen zich daarvoor bewust van moet zijn. En dat we dit niet onder het vloerkleed moeten vegen als zijnde een technische aanpassing. Ik denk dat we door moeten gaan. Dit heeft je vraag beantwoord, neem ik aan. Ja, mooi. We moeten het ook over Europa hebben. Daar hebben we het al een tijd over. Het is weer in de agenda. Ik heb een fijne mededeling voor ons publiek. We gaan het niet over Griekenland hebben.
blij. Maar helaas, Spanje. Dans nu voorop. Spanje is op alle voorpagina's. Is het ook warm? Wat? Is het ook warm? Het is wat meer, ja, het is nog steeds op dezelfde breedtegraad. Maar Spanje, het staat op alle voorpagina's. 37 miljard aan bezuinigingen vorig jaar, of dit jaar, voor dit jaar. Ja. Werkloosheid van 23%. Rentes gaan weer omhoog. Ik heb weer het gevoel dat we weer langs een soort van afgrond aan het balanceren zijn. Of dat we daar wel weer in ieder geval naartoe gaan. Deelt u die mening? Heeft u nou ook niet zoiets van, Jesus, ik dacht dat we er nu eindelijk vandaan waren en oh, de rentes gaan weer omhoog. Ja, kijk, dat gevoel heb ik wel een beetje, maar ik deel nog niet uw mening dat we weer in de richting van de afgrond gaan. Ik denk dat de markten toch enigszins overtrokken hebben gereageerd. Kijk, u noemt heel veel elementen met verschillende oorzaken, maar als ik probeer te duiden wat er de afgelopen weken is gebeurd, dan hebben de Spaanse beleidsmakers op zijn zachtst gezegd ongelukkig gecommuniceerd over hun commitment aan begrotingsdiscipline. En waar doelt u dan precies op? Nou, daar doel ik op dat ze bijvoorbeeld het opstellen van hun begroting voor 2012 om politieke redenen maar hebben uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld en pas in maart, dus eind maart, met die begroting zijn gekomen. En dat ze vervolgens het nog nodig hebben gevonden om die begroting ook nog onderwerp te maken van een partijtje armdrukken met de Europese Commissie. Van hè, wie gaat er eigenlijk over de begroting en wie gaat er eigenlijk over de begrotingsregels. En ik denk dat dat gewoon ongelukkig is geweest, omdat als je kijkt naar de substance van de maatregelen, dan heb ik daar eigenlijk helemaal niets op aan te merken wat Spanje aan het doen is. Spanje doet de structurele hervormingen die noodzakelijk zijn. De arbeidsmarkthervormingen, ja, 23% werkloosheid. Dat is 1 op de 4. 52% jeugdwerkloosheid, ja. Echt schandalig. Ja. Ik bedoel, hè, dat kun je niet anders zeggen. In de 21ste eeuw. Ja, sinds Franco dat we dit is niks meer veranderd. Sinds Franco is er inderdaad, nou is er dus weinig veranderd, maar nu gaan er dus dingen anders. Ik bedoel, ja. De arbeidsmarkthervormingen zijn in Spanje geaccordeerd door kabinet en parlement. En u zegt, inhoudelijk dus is het goed, alleen hoe het gecommuniceerd is. Inhoudelijk is het goed. En ook de begrotingsinspanning die Spanje zich nu getroost om terug te komen van 8,5 naar 5,3. Meer kun je niet van Spanje verwachten. En in tegenstelling tot wat je heel vaak leest, dit is gewoon in lijn met het stabiliteits- en groeipact. Spanje moet een aanpassing van minimaal 1,5% per jaar doen. Van 8,5 terug naar 5,3 is veel meer dan 1,5%. In 2013 zullen zij naar 3% moeten. Dat zal een nieuwe uitdaging zijn. Maar de maatregelen, de inhoud van de maatregelen is eigenlijk heel weinig op aan te merken. De communicatie eromtrent is ongelukkig geweest. De markten hebben daar behoorlijk op gereageerd. En dat laat wel zien dat de situatie nog steeds fragiel is. Maar waar onze zorg ook vandaan komt, is in Italië hebben ze heel dapper, hebben ze Berlusconi aan de kant gezet, Monti. Nou, Monti die heeft Italië bijna gered. In Spanje, wat u ook aangeeft, is toch die politieke discussie is heel lang gebleven. En zij voelen dat blijkbaar toch minder, de noodzaak, dan in Italië. Nou, dat is niet waar, want in Spanje is natuurlijk in november gewoon de zittende regering weggevaagd. En is er de oppositie heeft voor het eerst in de geschiedenis een absolute meerderheid behaald. Dus ik bedoel, ook in Spanje is er toch echt wel sprake van een regeringswisseling geweest. Alleen de Spaanse regering heeft ervoor gekozen om dus niet meteen met die maatregelen te komen, maar om ze iets uit te stellen. Ja, en dat is in de markten niet heel goed gevallen. Maar u ziet het als een overreactie. Dat laat dus ook zien hè, hoe touchy dit is. Hoe erg je moet, over hoe voorzichtig moet balanceren bijna. Je moet zijn met je commitment aan begrotingsdiscipline en je communicatie daarover. Laten we even teruggaan naar december vorig jaar. Ik ben toch die afgrond. Heeft u toen het gevoel gehad dat we misschien langs de afgrond liepen? In december, vlak voor de LTO. Ja, toen was het zonder meer, als je dan met name even over eind november spreekt, want dit soort maatregelen, zoals de LTRO, kennen natuurlijk een bepaalde misschien aanloop. Misschien moeten we heel even uitleggen wat de LTRO is. Oh ja, dat is die driejaars liquiditeitsinjectie van de Europese Centrale Bank, die in twee rondes, één ronde eind december en ronde eind een februari. Een totaal van 1 triljoen. Ja, netto 460, zeg ik altijd. Want de andere 540 was gewoon verdringing van langere looptijden, van kortere looptijden. Maar dat geld dat werd dus al bij de ECB getrokken. Ja. Maar ja, de situatie in november, begin december, was natuurlijk diep triest.
Ja, precair. Heel precair. Ja, heel en precair. U bent van mening dat die LTRO ervoor heeft gezorgd dat er tijd is gekocht? Niet, en dat we ja, niet alleen de LTRO. Dus ik denk ook dat de top van 8 december met de Fiscal Compact, ja, de aankondiging dat de firewall, hè, de omvang daarvan zou worden herzien en dat er in maart mededelingen over zouden komen, dat heeft absoluut ook geholpen. De regeringswissel in Spanje heeft wel degelijk nog steeds geholpen. Ja. Mario Monti in Italië heeft wel degelijk geholpen. Dus uiteindelijk zijn het toch altijd de fundamentals die belangrijker zijn dan welke vorm van interventie dan ook. En de LTRO, dus de ECB-interventie, heeft inderdaad gewoon tijd gekocht. Heeft een belangrijk risico uit de markt genomen wat in november, december wel degelijk boven de markt hing. En dat was het risico van een Lehman-achtige event binnen de eurozone en potentieel zelfs binnen een land, ja, waarvan de sovereign niet sterk genoeg zou zijn geweest om ook echt achter die bancaire verplichtingen te gaan, ja, staan. En de ECB heeft dan daarmee tijd gekocht, wat u zegt. Heeft de politiek, want dat is dan de counterpart, heeft die tijd genomen? Nou ja, we zitten midden in dat proces. Ja. Hè? Maar goed, het Spaanse voorbeeld is dus één, gelukkig maar één, maar is dus één, wel één ongelukkig voorbeeld. Want ja, die hebben die tijd dus niet op de juiste wijze benut. Dus, ja. Maar voor de rest, ja, de tijd zal het leren. Hè? Er is tijd gekocht. Die tijd moet nu door de overheden worden gebruikt om onverkort hun begrotingspositie op orde te brengen. En de structurele hervormingen uit te voeren die het groei potentieel van met name de Zuid-Europese economieën vergroot. En die tijd zal ook wel degelijk door de, zeg maar, de banken in de eurozone moeten worden gebruikt om in ieder geval hun balansen op te schonen op een ordentelijke wijze. Kijk, zonder LTRO was er vrees voor een credit crunch, ja, dus een wanordelijke deleveraging. Daar waren onze economieën absoluut niet klaar voor geweest. Maar het feit dat we dat hebben uitgesteld betekent niet dat we nu de bankbalansen in bijvoorbeeld de Zuid-Europese landen die heel veel staatsobligaties op de balans hebben staan, dat we die bankbalansen nu gewoon met rust kunnen laten. Nee. Dan zal wel degelijk nog enige aanpassing benodigd zijn. Een correctie nodig zijn daarin. Ja, wat ik me dan toch afvraag, Spanje is dan een beetje het stout jongetje van de klas nu. U zit daar in dat ja, ECB. Meer dus in perceptie dan in substance. Maar, hè? Ja, okay, de maar communicatie die rentes is ongelukkig geweest. De maatregelen heb ik alle vertrouwen in. Okay, maar stel die rentes gaan omhoog. En Mario, Super Mario Draghi, die zegt, we moeten bonds op gaan kopen. Want die rente die gaat te hoog. Hoe reageert u daarop als dat in de vergadering besproken wordt? Nou, daar ga ik niet op speculeren. Ik denk dat we nog heel ver zijn van deze situatie. Ik bedoel, het instrument is al een tijd lang niet gebruikt, maar het is er nog wel. Hè? En daar bent u wel blij mee dat dat niet meer gebruikt is? Ik ben er blij mee dat het niet gebruikt is. Ik hoop dat we het inderdaad nooit meer hoeven te gebruiken. Want het gaat in tegen het mandaat van de ECB? Het gaat niet in tegen het mandaat, maar laat ik zeggen, het staat op gespannen voet met. Tegen uw persoonlijke mandaat misschien? Het staat op het gespannen voet met het verdragsverbod op monetaire financiering. Ja. Ja. En daarnaast geloof ik ook niet dat het heel effectief is. Laat ik daar ook gewoon eerlijk in zijn. Het is, als je kijkt naar het S&P, dus de aankondigingseffecten zijn er kort geweest. Maar ja, interventies hebben hooguit een tijdelijk effect. En uiteindelijk de echte verbetering moet toch echt komen van de fundamentals en niet van de ECB. Ik weet dat een centrale bankpresident per definitie niet van wat als scenario's houdt. Maar dit vraag ik toch even uit interesse. Die 3 jaar leningen. Stel, de situatie verbetert niet. De politiek pakt de bal niet op die de monetaire verruiming nu gegeven heeft. Wat gebeurt er dan met die leningen? Dan zitten we over 3 jaar in ongeveer dezelfde positie als dat wij in november zaten. En dat zal dan niet gebeuren. Okay. Dat zal niet gebeuren. Daar ben ik echt van overtuigd dat de urgentie in Europa groot genoeg is. Dat zal men niet laten gebeuren. Okay. Want Stark is natuurlijk op een gegeven moment weggegaan. Omdat dingen tegen zijn principes ingingen. Stel nou, want u geeft ook aan dat u het bonds opkopen, de staatsobligaties opkopen, niet heel effectief vond. Tot hoever gaat dan uw eigen principiële bezwaar? Want Stark die heeft toch aangegeven op een gegeven moment, ja, ik wil hier niet aan meewerken. Nou, daar zijn de meningen ook wel enigszins over verdeeld. Hè? Want ik bedoel, ik vind het heel moeilijk om over zijn beweegredenen te spreken. Speelden bij hem ook zeker privéoverwegingen een rol. Ik heb daar, moet ik eerlijk zeggen, nog niet... zo diepgravend over nagedaan. Wij zitten met z'n allen in een collectief bestuur. Ja. En uiteindelijk ben ik gewoon een collegiaal lid van dat bestuur. En soms krijg je je zin en soms niet. En zou een derde LTRO misschien dan wel komen?
Ook dat vind ik op dit moment gewoon veel te speculatief om iets over te zeggen. Ik zou verwachten dat dat niet nodig zal zijn. En ik hoop ook van ganser harte dat dat niet nodig zal zijn. Als we gewoon deze 3 jaar goed gebruiken, dan ben ik ervan overtuigd dat het niet nodig is. Wat verwacht u dat het effect is? Want het ruikt bij ons een beetje naar inflatie. Als je zomaar heel veel geld in zo'n systeem stopt, dat is natuurlijk niet helemaal, dat is best wel zwart-wit. Alleen het ruikt wel naar inflatie. Ja, nou, maar dat is toch echt een misvatting. Kunt u dat uitleggen? Daarvoor is het van belang wat er met die liquiditeiten gebeurt. Ja. Dus wij hebben die banken die liquiditeiten verstrekt. Maar de banken hebben het vooral uit voorzorgsmotief bij zich gehouden. Ja. En ze hebben het gebruikt om in ieder geval de kredietverlening niet op peil te houden. Je ziet nog niets terug van een versnelling in de kredietverlening. Ja. Van een versnelling in de geldgroei. En het zou pas tot inflatie kunnen leiden. Als die versnelling op het moment dat je dit gereflecteerd zou zien in een versnelling van de geldgroei en een versnelling van de kredietgroei. Nou, daar is op dit moment geen enkele sprake van. En zolang daar geen enkele sprake van is, is het inflatoren effect van de LTRO nul. Maar kredietverlening is toch wel wat je eigenlijk wil bereiken? Kredietverlening, ja, beheerste kredietverlening is beheerst. Wat we willen gebruiken, willen bereiken. Ja, ja, want we willen dat de bedrijven gewoon weer geld maar willen. Maar beheerste kredietverlening is ook niet inflator. Nee, oké. Okay. Inflator wordt het op het moment dat je weer kredietverlening in de dubbele cijfers gaat dat krijgen. Er dus een Na zo'n uur interview denk ik dat we wel weer tot de conclusie kunnen komen dat het financiële stelsel echt complex is. En meer complexer dan ooit, denk ik. Als ik nu als tot slot aan u zou mogen vragen. Stel we komen in een wereld waar nog geen financiële stelsel zou zijn. En u krijgt van ons een flip over. En u mag gewoon een financieel stelsel uittekenen zoals u zou willen. Hoe zou dat eruit zien? Want ik neem niet aan dat het eruit ziet zoals het er nu uitziet. Nee, dat zou er dan wat mij betreft in de eurozone toch een stukje minder gefragmenteerd uitzien. Want ik denk dat een van de zwakheden die... een van de oorzaken van de crisis is dus geweest de veel te nauwe interactie tussen het lokale bankwezen en de lokale overheid. In bijvoorbeeld landen als Ierland, Spanje en in zekere zin ook in Griekenland. En dat komt omdat wij in Europa nog steeds de kosten van ingrepen in de financiële sector op nationaal niveau hebben belegd. Ja. Dat leidt er weer toe dat we dan dus ook het toezicht nog vooral op nationaal niveau hebben belegd, dat individuele autoriteiten, individuele toezichthouders toch vooral kijken naar het belang van de nationale belastingbetaler. Ja. En dat leidt helaas nog tot fragmentatie van de financiële sector in Europa. In mijn ideaal plaatje zouden we in de eurozone 1 financiële sector hebben met 1 resolutieautoriteit. Dat betekent dus dat de kosten van eventuele ingrepen in de financiële sector niet langer op nationaal niveau, maar op Europees niveau zouden moeten worden gedragen. Daarmee zou je dus de link tussen lokale zwakheden in het bankwezen en de lokale sovereign zou je dus doorknippen, omdat je die kosten dus naar Europees niveau brengt. En dat leidt er dan toe dat je ook het depositogarantiestelsel op Europees niveau zou moeten tillen en het toezicht. Het toezicht. Maar dat is een drie-eenheid. Dat is soevereiniteit afdragen. En de politiek die staat daar nu totaal niet zo in, dat ze dat zouden willen. Ja, maar als je die soevereiniteit niet overdraagt, dan zul je houden dat in een monetaire unie lokale problemen zullen ontstaan met de kredietverlening. Ja. En daarmee problemen in het bankwezen en daarmee weer twijfel aan de gegoedheid van de overheid. Ja. En zul je dus een hoge mate van heterogeniteit in de economische ontwikkeling houden in de eurozone. En dat zal altijd het monetaire beleid compliceren, maar Frink, zo niet onmogelijk maken. Frink, ben u daar niet dat er is natuurlijk een voorbeeld dat er in Spanje dat Spaanse banken heel veel geld stoppen in Barcelona bijvoorbeeld, de voetbalclub of Real Madrid. En dan gaat zo'n bank failliet en dan mogen wij daarvoor betalen. Nou ja, als je deze 3 dingen naar Europees niveau tilt, dan mag je in uw voorbeeld er dus ook wel van uitgaan dat een Europese toezichthouder daar ook dat minder tolerant voor zal zijn dan dat de Spaanse toezichthouder daarvoor tolerant is. En op een andere manier naar die bankbalans zal kijken dan een lokale. Maar dan gaan zij zich bemoeien met... Ik wil toch nog graag 1 punt maken. Ja. Want kijk, die discussie over soevereiniteitsoverdracht, ik begrijp hem allemaal wel. Maar wij moeten echt niet vergeten dat EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. Ja. Dus de facto is er al een hele hoop soevereiniteitsoverdracht, heeft gewoon per 1 januari 1999 plaatsgehad. Ja.
Maar wat er is gebeurd in de praktijk is dat aan de M-kant van de EMU is er een volledige integratie geweest. Ja. En aan de E-kant van EMU is die integratie daarbij achtergebleven. En die W-fout, ja, die kunnen we ons niet in de toekomst toe blijven veroorloven. Dan zullen we van crisis naar crisis, ja, gaan. Dus wij zullen linksom of rechtsom dat been moeten bijtrekken. Soevereiniteit overdragen, bent u uiteindelijk. Een Europeaan of een Nederlander? Ik ben beide. Okay. Ik ben een Europeaan, ik ben een Nederlander, ik ben op dit moment een Amsterdammer. En een Groninger, ja, waarschijnlijk. Geboren Groninger. Ja. Dus. Okay. Ik stel voor dat we even naar vragen uit het publiek gaan, even kort. We zitten al over de tijd heen. Zijn er vragen? Tenminste nou. Één. Oké. Okay. Er komt een microfoon. Is de LTRO niet al deels uitgewerkt op, ja, Spanje en in mindere mate op Italië? Ja, dat lees ik ook, maar dat ben ik niet van mening. Want kijk, die middelen zijn verstrekt voor 3 jaar. Vanaf 1 jaar kan erop worden afgelost. Dus nu nog niet. Dus dat geld zit nu nog gewoon in het bankwezen. Dus dat betekent dat het bankwezen nog steeds heel liquide is. Dat het bankwezen vandaag nog steeds veel liquider is dan dat het bankwezen vandaag zou zijn geweest zonder LTRO. En dat betekent nog steeds dat het bankwezen vandaag meer mogelijkheden heeft tot kredietverlening, minder zorgen heeft over herfinanciering, dan dat het zou hebben op het moment dat er geen LTRO zou zijn. En dat blijft gedurende de hele looptijd van dat die liquide middelen in het bankwezen zitten, blijft dat bestaan. Dus er wordt wel erg makkelijk in de pers zoiets opgeschreven dat de LTRO zou zijn uitgewerkt. Het is niet geheel rationeel. Nog een andere vraag. Komen er nog 2 vragen? Goed. Zullen we dat de laatste 2 vragen? Ja, laatste 2. Hallo. Ja, een beetje in hetzelfde kader. Maar misschien heb ik het verkeerd gehoord. Maar je zei dat we zijn heel ver weg van dat de LTRO, een nieuw LTRO moet komen. Maar wat dan van de S&P? Of anders gezegd gewoon opkopen van obligaties van Spanje. Als de rente weer de pannen uitreist in Spanje, zou dat dan aan de orde kunnen zijn? Nou ja, nogmaals, ik ben begonnen te zeggen dat ik daar eigenlijk niet zo'n goede reden voor zie. En ik denk ook dat de markten van de afgelopen paar dagen mij weer een beetje gelijk geven. Ja, je zult altijd zien, ik weet niet wat het vandaag heeft gedaan. Ja. Maar goed, er was weer iets ontspanning de laatste dagen. Ik denk dus dat er een overtrokken reactie is geweest op de wat ongelukkige communicatie rondom Spanje. En vandaar dat ik ook eigenlijk daar gewoon niet over wil speculeren. En de laatste vraag. U zegt, als je praat met kredietbeoordelaars, gaat het over niets anders dan de hypotheekschuld. U zei net, als je praat met kredietbeoordelaars in de city, dan gaat het over niets anders dan de hypotheekschuld. Hoe vaak spreekt u dan met kredietbeoordelaars en wat vragen ze u? Nou, kijk, wij hebben als de Nederlandse bank natuurlijk elke dag contacten met partijen uit de city. We hebben zelf ook een afdeling vermogensbeheer en wij doen monetaire operaties. Dus we hebben een divisie financiële markten, wat zeg maar onze ogen en oren in de markt is. En ja, dat soort contacten vindt op dagelijkse basis plaats. Ik moet ook zeggen, ongetwijfeld gaan die discussies breder dan alleen hypotheken, maar het is wel zorg nummer 1 van dit soort partijen. U persoonlijk spreekt daar ook met die mensen? Ja, ik ben af en toe ook in de city, ja, dat klopt. Ik bedoel, ik ben niet degene die dagelijks zeg maar in de markt actief is. Dat zijn de mensen van de afdeling FM. Maar ik ben in februari ben ik nog een hele dag in de city geweest om hier en daar wat lezingen te geven. Maar ook met name om met beleggers te spreken over wat hun perceptie is van de problemen in de eurozone. En ook aan beleggers uit te leggen hoe ik de eurozone zie en wat ik zie als de way out. Ik heb toch nog wel een leuke vraag en ik ga u er een beetje mee pesten. Het gaat over Commissie De Wit. Ik zat het net even te lezen en het gaat over artikel 100. Dat is als er een oorlog is, dan moet bijvoorbeeld in dit geval Peter van Oem moet voor de Kamer komen als commandant der strijdkrachten. En in Commissie De Wit staat dat zij zich voor kan stellen dat ook degene, de president van de centrale bank, ook zo'n artikel 100 omschrijving zou kunnen krijgen. Dus eigenlijk u als commandant der financiële strijdkrachten. Hoe klinkt dat? Hoe vindt u dat klinken? Ah. Nou, ik moet zeggen dat ik sta daar niet afwijzend tegenover. Nee, met
Met een helm op naar de Kamer. Komt nog een speldje bij? De mogelijkheden om de Kamer te informeren, dat is echt vooral iets aan de Kamer en aan het ministerie. Maar ik wil daar wel iets over zeggen. Er zijn ook nu mogelijkheden voor vertrouwelijke briefings enzovoort. Sterker nog, die vinden ook af en toe plaats. Dus toch zou het mooi zijn als u daar met uw helm op voor de Kamer, euroteken erop. En ja, weet u, het gaat mij niet om het woordje commandant of zo. Het is een terechte observatie dat de Kamer ook een informatiebehoefte heeft. En wij moeten daar gewoon op een verstandige manier mee omgaan. Nou, wij danken u hartelijk voor uw komst en voor dit fijne gesprek. Ik ga ook even iets zeggen over ons toekomstig programma. Op 17 april hebben wij Onno Ruding. Op 25 april komt hier Peter van der Meers. En ook in de toekomst hebben we een paar hele mooie sessies. Michael Sandel komt, dat is hoogleraar van Harvard. Een hele bekende hoogleraar. En op 7 juni, Jan-Kees de Jager, onze minister van Financiën, komt hier ook op de bank. En we gaan nu een borreltje drinken. En morgen is de heer Knot jarig. Dus de borrel is ter ere van uw verjaardag alvast. Warm applaus. Dank u wel.